Nederlands-Indië, van VOC naar Nederlandse kolonie. In de 17e en 18e eeuw had de Verenigde Oost-Indische Compagnie verschillende handelsposten aan de Indonesische kust. Toen de VOC in 1799 failliet ging, nam de Nederlandse regering de handelsposten over en begon het met veroveren van de eilanden. De Indonesische eilanden gingen samen Nederlands-Indië heten. Hier zie je zo'n fort van de VOC in de 17e eeuw, zo'n handelspost. De Nederlanders hadden zich hoofdzakelijk op Java gevestigd. Het bestuur van hun deel van het eiland zat in Batavia, dat heet tegenwoordig Jakarta. De rest van het eiland werd bestuurd door Indonesische vorsten. En de Nederlanders breidden hun macht over het eiland uit tijdens de Java-oorlog van 1825 tot 1830. Hier zie je een van die Javaanse vorsten die zich overgeeft aan de Nederlanders. Nadat de Nederlanders Java volledig bezet hadden, verplichtten ze de Javaanse boeren voor hun producten te verbouwen, zoals suikerriet. Na Java begonnen de Nederlanders ook andere Indonesische eilanden te veroveren. Dat ging regelmatig gepaard met heftige gevechten en massamoorden, zoals op het eiland Aceh. In 1904 was heel Indonesië in Nederlandse handen.